Een goedemiddag en welkom bij DFT Visser Vindt van dinsdag 22 september. Het DFT-zorgdebat leverde vorige week verbaal vuurwerk op tussen minister Edith Schippers en ziekenhuisbestuurder Jaap van den Heuvel. Ja, het debat was al eerder bij ons te zien, maar nu laten we nieuwe fragmenten zien. En daar ga ik over praten met de debatleider en onze columnist Martin Visser. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En hoe vond je het vorige week, debat? Ja, ik vond het interessant. Ja, zeker. Niet alleen omdat ik het zelf geleid heb, hoor. Maar nee, maar gewoon het was inhoudelijk interessant. Ik denk dat Schippers redelijk open was. Nou goed, het is een stevige, felle minister die natuurlijk makkelijk alle kritiek kan pareren. Ja. Maar toch, het ging over de kosten van de gezondheidszorg en of dat wel of niet ingedampt is. Ik vond er toch wel een paar opvallende momenten bij. Ja, wat noemen ze een heel opvallend moment in jouw ogen? Nou ja, kijk, het ging natuurlijk om of de minister nou al dan niet in geslaagd is om die kosten een beetje te keren. Hè? Die race de pan uit en in haar termijn lukt het inderdaad om die in te dammen. Mm-hmm. De vraag is of dat permanent is of zij nou iets teweeg heeft gebracht wat blijvend is. Ja. Ja, en toen hoorde ik de Jaap van den Heuvel praten, directeur van Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. En dacht ik van, nou, volgens mij werkt in de praktijk nog niet zo heel erg lekker. Hij had het over het volmaken van zijn budget. Moet je eens even gaan luisteren. Okay. Nou, er is om te beginnen niks te halen, want dat budget van het ziekenhuis is gewoon aan de bovenkant gemaximeerd. Die rekeningen zijn alleen maar om dat budget vol te declareren, zoals het zo mooi heet. En dat het rare rekeningen zijn, dat heb ik al een paar keer gezegd. En daar moeten we dus gewoon vanaf. Maar ik heb de minister niet kunnen overtuigen, maar misschien gaat het nog lukken. Dus, en in een extreem geval is die sprake van fraude, maar ik weet bijna zeker dat het niet zo is. Ja, dus die rekeningen kunnen weg. En het ziekenhuis wordt er namelijk niet wijzer van die grote rekeningen. Want wij worden afgerekend op, hè, ons ziekenhuis heeft een budget van 240 miljoen en that's it. Ja, maar daar geeft hij eigenlijk geen antwoord op de vraag. Ik bedoel, het budget is 240 miljoen, maar ja, hij maakt gewoon zijn budget vol. Maar heeft hij het ook nodig? Dan? Ja, precies. Dat is inderdaad de vraag. Die fraude moet je even vergeten. Dat was een heel specifieke vraag waar mogelijk over declaratiefraude ging. Maar ik vond zijn redenering inderdaad interessant. Hij spreekt met de verzekeraar een bedrag af. We zijn ziekenhuis 240 miljoen. En dan is het een hele ingewikkelde administratieve manier om dat dan via tarieven en facturering op te bouwen. Mm-hmm. Maar zijn uitgangspunt is, ja, dat bedrag is afgesproken met de verzekeraar. Dat gaan we ook helemaal opmaken ook. Ja, dat klinkt niet helemaal, dat klinkt toch niet helemaal lekker. En wat je natuurlijk ziet is dat Schippers heeft gedaan. Zij kwam natuurlijk na Ab Klink daar en was de marktwerking geïntroduceerd. Mm-hmm. Zij is veel pragmatischer daarin. En ze ziet ook de mankementen van de marktwerking. En heeft onder andere een afspraak gemaakt met de ziekenhuizen. Jullie budget mag maximaal 1% per jaar groeien. Dat is geplafond. Daar had hij het over, hè. Maximum budget. Maar dat betekent dus ook niet dat het ook die omvang moet hebben. Nee. En dat suggereert die man dus heel erg. Ja. Dus dat vond ik al een opmerkelijke redenering van deze ziekenhuisdirecteur. Ja. Ik heb het gevoel dan dat er dus wel iets te halen valt. Er is er misschien wel iets te halen. Schippers staat bekend als de minister die gezorgd heeft voor een trendbreuk in de kosten. Hoe kijk jij tegenaan? Is dat, ja, heeft ze dat op een goede manier gedaan? Nou ja, wat ik zeg, ze is wel heel pragmatisch. Dat is denk ik wel heel goed. Ja. Ze gaf zelf ook later ook wel toe, dit stelsel is niet helemaal af. Dat vond ik op zich ook wel eerlijk dat ze dat zei. Je merkt ook, ze wil ook niet te veel overhoop halen met eigen risico en weet ik wat allemaal, of het pakket verkleinen. Maar ja, weet je, in heel veel landen in de westerse wereld zijn de kosten van de gezondheidszorg ingedampt. Dat heeft ook een beetje met de crisis te maken. Dat is gewoon een manier waarop mensen reageren en maken minder gebruik van zorg. Ja. En ook alle landen waar Schippers geen minister was, zijn de kosten in de hand gehouden. Dus het is de vraag hoe blijvend het is. Maar die eigen risico is wel een beetje haar stokpaardje. Ja. Daar kan niet aan getornd worden, zegt ze zelf. Maar die vraag is natuurlijk wel gesteld. Nu brengt het eigen risico 3,2 miljard op. Dus dat betekent dat je premie lager kan zijn. Als je dat getrapt doet, dat betekent het dat mensen veel minder dat bedrag halen. Ja. Dus dat je waarschijnlijk een behoorlijk bedrag elders vandaan moet halen. Ja. En dat is vaak de drempel om dingen voor elkaar te krijgen. Als ik 1,5 of 1 miljard ergens vandaan moet halen, dan gaat dat al gauw tot een probleempje leiden. Ja, een eufemistische uitdrukking, probleempje leiden. Ja. Dus het kan niet op een andere manier gehaald worden dan met die eigen risico. Is dat zo? Nee, Martin? Want zij reageerden op een voorstel van OMVZ. Dat was de sponsor van het debat. En die deden een voorstel van een eigen risico is eigenlijk bedoeld om mensen bewust te maken van wat gezondheidszorg kost. Ja. Dus dat moet een beetje afremmen. Dat mensen bedenken van, heb ik het eigenlijk wel echt nodig? En wat was het voorstel nou? Van, je moet niet achteraf in één keer de 385 miljard in rekening brengen. Nee. Maar maak van tevoren duidelijk, als je naar het ziekenhuis gaat, kost je dat meteen 25 euro bijvoorbeeld. Of naar de huisarts, kost je dat meteen 10 euro. Weet je vooraf met een vast bedrag wat het kost. Klinkt als een heel redelijk voorstel. Er zijn meer economen die het voorgesteld hebben. En wat zegt Schippers dan? Ja, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Maar ik heb dat geld gewoon nodig van die eigen risico. En ik ben bang dat ik op die intelligente manier mijn centen niet binnenkrijg. Ik denk,
ik snap het wel. Mm-hmm. Want ja, ze kan dat miljard niet zomaar ergens vandaan halen, want dan heeft ze een probleempje. Ja. Maar ja, dit is dus niet de minister uiteindelijk die dus gaat zorgen van hoe het stelsel op zijn intelligentst in elkaar zit. Dus nee. Ik vond het wel opvallend, die redenering. Ik vond uiteindelijk eigen risico allemaal leuk en aardig, maar ik heb gewoon het geld van die mensen nodig. Ja, ze wilt gewoon vasthouden. De zorg wordt wel duurder. Is het stelsel wat er nu is dit houdbaar voor de toekomst, denk je? Nou, daar ben ik dus heel benieuwd naar. We hebben dus nu de afgelopen jaren gezien dat die kosten afvlakken. Dat zie je ook dat de premie zich gematigd er ontwikkelt. En daar is ze trots op, de minister. En dat wil ze heel graag duidelijk maken. Maar goed, ik zou het in haar geval ook zijn geweest. Nou, dat is onder mijn bewind toch mooi gelukt. Ik ben heel benieuwd, nu de crisis voorbij is, wat de kosten dan gaan doen. Als misschien ziekenhuizen wat meer ruimte voelen. Ja, als de systematiek van die ziekenhuisdirecteur ook gaat werken, die gewoon budgetten zit vol te maken. Ja, als die trendbreuk niet aanhoudt, dan hebben we wel een probleem. En ja, op zich, gezondheidszorg vinden we allemaal heel belangrijk. Maar als het aandeel van de gezondheidszorg in de hele begroting steeds groter en groter en groter wordt, want dat is het probleem, ja, dan drukt het andere uitgaven weg. Dan gaat het op den duur ten koste van onderwijs of sociale zekerheid of andere zaken. En dat is precies de reden waarom je de kosten in de hand zou moeten houden. Ja, en als die trendbreuk niet doorzet, ja, dan kom je niet onderuit om toch naar eigen risico weer te kijken. Of naar het pakket, ja, of naar andere maatregelen. Nou ja, voorlopig blijft het zoals het is. Dankjewel, Martin. Ja, en deze fragmenten en het DFT-zorgdebat helemaal integraal is natuurlijk op onze website te zien. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer. Dag.